ben denk toen ik 16 jaar was ongeveer, met mijn buurman en een paar kameraden van school rockgroepjes begonnen. Redelijk harde shizzle. En dan ben ik de mannen van Up High tegengekomen. Daar een nummerke mee gemaakt, Blend. Dan ben ik met Tidal ook een jaar gaan toe en ook een nummerke mee gemaakt. Dat was ook heel leuk. En dan daarna ben ik met solo Delvis zo gezegd begonnen. Ondertussen 3-4 jaar geleden ook. En voilà, nu zit ik hier. I try what I need to be. While I cannot see whatever I'm supposed to be. Ik heb een jaar jazzstudio gedaan in Antwerpen. Ik ben daar heel krap mee gestopt, omdat ik vond dat ik daar niet echt... Enfin, je leert heel veel qua techniek en zo, maar ik denk als zanger is het vooral... ik denk als elke muzikant moet vooral heel veel op zijn eigen studeren. Ik denk, zang leren is eigenlijk de fouten eruit halen. En techniek, ik ben daar mee bezig. Als ik fouten maak of zo, dan ga ik wel zoeken van waar zit het probleem. En op het internet vind je dat redelijk snel als je het goed kunt beschrijven. Als je zingt, moet je vrij zijn. Of, dat is mijn gevoel. Ik wil zo vrij mogelijk zijn en dat je eigenlijk alle kanten kunt uitgaan dat je wilt. En dat is, daar oefent je dan wel op van je vocabulaire of je trucjes, je trucenboek proberen uit te breiden. En ik speel een beetje gitaar, juist genoeg voor mijn eigen te begeleiden, heb je het juist gezien. Toetsen, ik kan eigenlijk alles goed genoeg om een nummer te componeren ofzo, maar, of met de technologie van vandaag, met een computer. Maar ik ben geen virtuoos op andere instrumenten. Nee. Eigenlijk als ik een nummer maak of zo aan het jammen zijn bij de mannen, dat is wel het eerste wat ik doe. Dat ze mijn toonladder proberen te zoeken en de noten die allemaal juist zijn. En dan als ik een fout zie, denk ik, die niet meer. Eigenlijk, ik heb mijn eigen heel veel geleerd door mijn gospel. Als je ze aan jouw gospelplaatje zet en daar dan proberen de backings met mee te zingen. En dan een keer een andere noot of een keer een sololijn proberen. Zo ben ik eigenlijk zo een beetje... technischer beginnen gaan zingen. Let them open mine and see. Tell me right from wrong where I belong. Als je de eerste keer op het podium staat, heb je eigenlijk geen besef van wat je moet doen. Dan zit je zo zenuwachtig dat je bezig bent. Ik moet mijn teksten onthouden, ik moet zien dat ik geen fouten maak. Er zit een rilling in je lijf wat je er niet direct uit krijgt. Ik denk dat dat ook blijft. Maar je moet je eigenlijk gewoon goed voorbereiden. Dat is eigenlijk de truc of zo. Hoe beter dat je voorbereidt op een optreden, hoe minder dat je achterna te klagen. Hoe minder dat je moet nadenken over de muziek. Dat zou eigenlijk tijdens een optreden, dat moet gewoon allemaal op automatische piloot zijn. En dan kun je zo, eens dat allemaal comfortabeler is, kun je dingen gaan toevoegen. En kun je een keer roepen, is everybody feeling happy? Op mijn begin is dat niet... is dat heel moeilijk. Het gaat denk ik ook veel over zelfvertrouwen. Als je frontman wilt zijn of als je... Wat ik doe als we repeteren, ik zie ook eerst dat ik de nummers en mijn teksten onder de knie heb. En dan probeer ik wel wat te dansen tijdens de repetitie. En ze zien van, oké, waar is er wat ruimte? En ik zeg dan ook tijdens de repetitie, binteksten ertussen, dat de muzikant van tijd zou kijken, wat is dat aan het doen? Maar dat is een beetje een oefening voor dat je daar, als je de eerste keer op het podium staat met dat nieuwe nummer, dat je dan niet moet gaan beginnen nadenken, waar ga ik hier... Dus je kunt daar eigenlijk op voorhand al een beetje over nadenken. Je kunt je laten inspireren door andere mensen, maar ik denk, je moet je eigen manier vinden en dat je daar comfortabel mee bent, wat je doet. Je kunt ook van tijd de frontman uithangen en dan op het podium afkomen. Je denkt, dat je schaamt gewoon, dat je eigen niet bent geweest. Dus je kunt dat denk ik niet forceren. Ik denk dat heel dicht iets dicht is, iets dat moet dicht bij je staan. Dat is eigenlijk, ik denk, de extreme kant van jezelf dat je op het podium moet kunnen loslaten en dan... Als je van het podium afkomt, terug in de doos en dat ik daarmee content ook zei dat het er even is uit geweest. Als ik het niet meen of zo, als ik het nummer niet voel, dan ga ik het ook niet brengen of zo. Dan, dat is voor mij wel iets wat een nummer moet hebben. Ik moet mij daar kunnen inleven of daar moet iets van mijn eigen insteken.
En voor dat live dan te kunnen doen, dan probeer ik me ook altijd de situatie in te beelden op voorhand. Waarom ik dat nummer heb geschreven. En dat je daar... Ja, ik vind dat wel heel... Dat is ook voor de focus houden of zo, dat je in je nummer moet zitten. Dat je, eerst met mijn eerste groepjes, dat was rock, maar dan zijn we daarna zo wat bluesy dingen gaan doen. En als je een blues zingt of zo en je legt daar geen gevoel in, ja, dan is het geen blues. Dus dat is wel iets wat bij mij altijd wel geleefd heeft, van je moet de blues hebben om de blues te zingen of zo. En dan dat gevoel ook kunnen gebruiken, denk ik, als je het dan moet uitvoeren. Daar een zanglijn kan oversmijten, dan weet ik, oké, hier gaan we verder aan werken. En zo maak ik meestal nummer, ik maak akkoorden, schema's en dan. Voor mij is dat belangrijk. En dan zang erover en dan weet ik van, oké, de rest kunnen we invullen. Het kan zijn dat ik in de zetel zit op het gitaar te spelen, dat ik een akkoordenschema kan heb. En dan ga ik meestal heel snel naar de computer voor op te nemen. Ik heb daar ook een hele fancy orgel staan. En daar zit een drumcomputer in met baslijn, zo van die... Maar je kent dat van een café, zo, die oude mannen zo, die covertjes spelen met twee handen. Dat is ook heel handig. Als je dan al direct een ritme hebt en dat je zo aan. Al jammen, eigenlijk begin ik meestal. Het is niet dat ik een tekst heb of een akkoordschema. Dat begint meestal met refrein of één verse en dan nog wat jammen. Met wat klanken experimenteren. Met mijn mond aan bedoel ik, want meestal begin ik niet met woorden. Ik begin fonetisch Engels wat te brabbelen over die akkoorden. Totdat ik één of twee woorden heb, die ik zeg, ah ja, dat zou misschien wel de kern van het nummer kunnen worden of zo. Textueel, meestal probeer ik dan een hele structuur van het nummer vast te zetten en dan doe ik echt een jam. Dan jam ik 20 keer volledig van begin tot einde over dat nummer. En dan begin ik de goede stukken eruit te knippen van een jam, ook nog altijd in het fonetisch. En dan probeer ik op die klanken tekst te zetten. Wat heel omslachtig is en heel moeilijk en soms lukt het ook gewoon niet. Moet je van je klanken afwijken. Ik ben nu wel aan het proberen om eerst een tekst te schrijven en dan het nummer. Ja. Maar ja, dat hangt er wel vanaf van de muziek dat je maakt. Bij de tekst. Als je een blues zingt of zo, kun je met drie woorden dat vijf keer herhalen. Je kunt daar zoveel emotie in steken dat een krachtige zin is of zo. Ook al is dat geen mooie poëtische zin. En dan kun je nummers hebben waar dat echt van de woorden moet afhangen of dat niet van de melodie van de zang afhangt. Ik denk dat het heel belangrijk is als je begint, dat je je eigen veel opneemt en veel luistert naar wat je doet. Voor mij is dat heel moeilijk als we het gerepeteerd hebben of zo. We nemen dat op en ik moet daarna naar luisteren. Dat is verschrikkelijk. Omdat, ja, je doet soms dingen dat je niet weet. Dat je denkt, omdat je zit bezig en je zit al met je volgende zin bezig met een zonneklank. En soms doe je onbewust dingen dat je maar kunt tot besef komen als je het dan daarna gaat herbeluisteren. Of nog een goede tip is denk dat je tegen de muzikanten moet durven zeggen dat ze stiller moeten spelen. Dat is, je bent eigenlijk de enige met een instrument dat feedback genereert. En bij die mannen is dat niet, die kunnen zo hard gaan als dat ze willen. En je raakt daar gewoon aan een tijd niet meer bovenuit. Dat is waar ik heel veel jaren mee heb opgejaagd. Dat ik dacht, allee, kom, ik moet duurder materiaal kopen, dat moet harder gaan. Maar dat is iets... Bandleader spelen. Ik denk dat dat van tijd wel zo de rol is van de zanger. Zo iedereen een beetje dirigeren. Ja, zelfvertrouwen en in je eigen geloof. Ik denk dat dat ook iets met zang is dat belangrijk is. Dat je heel veel, je moet niet te veel zelfvertrouwen hebben, maar je moet er wel in geloven. Want ja, anders valt je.